Vandaag zit ik opgesloten in een tempel. En ik ben niet alleen. Nee. Ik denk, je zegt wat grappigs. Ik ben ook niet alleen. Nee, jij bent ook niet alleen. Vandaag zijn Robin en ik opgesloten in een tempel. En jongens, ik denk dat dit de ziekste escape room ooit gaat zijn. Kijk, er staat hier allemaal tekst. Laten we het even in Nederlands voorlezen. Welkom bij Escape the Lost Halls. Iemand heeft je hier naartoe gestuurd om deze mysterieuze locatie te ontdekken. En jij moet een weg vinden om te ontsnappen. Je staat ook met tekst, wil je wat naarachter? Ja, nee, dat is prima. Geen gang. Geen gang. Ja, dankjewel, dankjewel. Wees voorzichtig. Je moet het toch eens lezen. Een rare entiteit is hier aan het beveiligen, de plek. En zal je niet alleen willen laten. Er is een rare entiteit hier bezig en die zal ze niet alleen laten. Er zijn custom chests, er zijn andere gekke dingen. Laten we beginnen met de map press to start. Ha, ja! Ho! Robin, ja? De deur! Hij schoof naar achter. Dat is met de deur. Oh. 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 Oh, maar deze krijgt een soort cutscene, jongens. Oké, dit is wel heel lijp gedaan. We krijgen nu een soort... Wow! Alsof we gewoon een heel ander spel dan Minecraft spelen. Ja, Minecraft. Maar dan is het een huimond, echt waar. Gaan deuren dus open? Nou, dat is... Nee, die gaan dicht. Ja, dicht, maar wij kunnen deuren openmaken. Hier moeten we voor oppassen, want ik zie daar de end onder. Goed spot wat we allemaal zien, Robin. Het is echt een tempel, een soort van waar we zijn. Oh my days. Escape the Lost Halls. Level shift to toggle... Huh? Oh, wow. Oh, en dan kan ik ook weer weg. Wat is hier? Wat is dit? Achter ons. Dat is een endblok en daar kunnen we niks mee. Mooie map. Oh, kijk. Mooie map. Laten we beginnen, Robin. Oh, wow. Laten we kijken wat we al hebben. Wat? Maak hem nu eens open. Oh, dan zien we waar we geweest zijn. Ja. Ah, wat slim. Heel slim. Oké, is een kist. Er zit in een skeleton skull. Oh. Wat heb je gedaan? Checkpoint. Oh, checkpoint. Oh, en dan kunnen we naar de checkpoint terug. Ja. Oh, die teleporter, gast. Open hem eens. Kijk, hier, de teleporteer gewoon hier naartoe terug. Oké, goed om te weten. Ah, we hebben ook een notebook. Ik heb een ancient parchment gevonden. En die kan erg handig zijn. 5 pop-ups in 1 school. Oké, ik neem het toch gewoon allemaal mee. Ja, dat is goed. Maar wat is de bedoeling? Nou, we moeten, neem ik aan, hier, we zijn hier naartoe gestuurd om te onderzoeken wat hier gaande is. Ik denk dat het vooral is. Hier hebben wij allemaal random blokken. Kijk, hier is een kist, Robin. Dit is een kist. Let op. Nee, oké, dan gaat de kist erbij. En dan plop, krijgen we een lever eruit. Is hij kapot of is hij heel? Broken. Oké, broken. Kapot. Ik heb in de tutorial gezien dat broken levers nog steeds handig kunnen zijn. Want dit hier, toevallig, dat zijn de handels waar je ze op moet plaatsen, zie je? En dan gaat de poort open. Gast, wat ontzettend blij. Nee! Oké, laten we kijken wat we hier allemaal te doen hebben. Jezus, het is wel donker hier. Hier kunnen we nog niks doen, denk ik. Nee, denk het ook niet. Hallo. Hoe kom je daar? Oh, je bent geparcoerd. Oh, hier kunnen we wel wat doen dus. Ah, oh, maar jeetje, als je nu op de minimap kijkt, dan zie je hoe groot dit eigenlijk is. Is het zo groot dan? Oh, maar deze is echt groot. Er staat turn on the power. Ah, ja. Dat is wel handig om misschien te doen. Stroom, weet niet. Daar staan mannetjes. Laten we dan de schakelaar zoeken of zo, waar mogelijk het stroom is. Ja. Ja, ik denk dat je dan die 3 hier moet neerzetten of zo. Geen idee. Ja. Daar blijf je helemaal alleen. Hallo. Okay, even kijken wat er nog meer. Want hier konden we ook heen. Hier heb je heel veel bosdingen achter. Daarachter zit volgens mij wat. Dus misschien dat we iets kunnen vinden om dit poepzooi weg te kunnen halen. Dit ijs hebben we nog. Ja, blaadjes. Oké, ijs met kunnen we ook niet doorheen. Goud. Hey, hier, kijk. Dit is wel een stroomplekje. Ja, daar lijkt het wel op. Ik heb die ancient parchment. Wat is een parchment ook alweer? Die ei is neer. Ik krijg niks. Ik krijg die eyes neer. Oh mijn god, hij is daar, Robin. Wat is dat? Dat is een oog. Ik denk dat dat die entity is die ons achtervolgt. Oh man, dat is die entiteit. Oh. Oh nee, oh nee. Ik hoor voetstappen. Ja, dat is dat ding. Daar heb je hem. Oh, Robin. Wat gebeurt er? Ik weet het niet. Gast. Oh my days. We hebben een checkpoint. You are not welcome here. Oh, weg eruit. Hier. Kom hier. Ja, nee, ik sta hier verstopt. Oh, goed zo. Hij gaat door. Hij skipt ons. Oh, nee, niet? Ja, hij skipt ons. Oh, dat oog, dat dwaalt gewoon rond. En wij zijn natuurlijk niet welkom hier. Dus elke keer als we in de buurt komen... Pas op, hij komt terug, Robin. Eruit. Laten we even weggaan. Laat het oog even weggaan. Oh, nu snap ik het. Dat oog is dus gewoon eigenlijk de boze geest die ons hier niet wil hebben. Oké, nu kunnen we weer snel. Power moet aan. Dat is het eerste wat we nu moeten doen. Dus we moeten waarschijnlijk die levers vinden. Ja, meerdere. En die parts... Hij is nog steeds dichtbij. Ja, je moet even... Hij gaat nu een andere kant op. Oh, of niet?
Ja, klopt. Hij gaat alle kamers gewoon langs. Oké, laten we kijken of we iets met de parchment kunnen. Mensen die verklaren ons nu even gek, die weer gaan. Dat is parchment. Laat jij, als jij even weet wat parchment is, laat het even in de reacties weten, want misschien ben jij wel een hele slimme knul. Of vrouw. Ja. En ik heb het ondertussen al opgezocht. En dat betekent? Perkament. Ah, natuurlijk. Perkamentus. Ik wist dat Dumbledore hier iets mee te maken had. Huh? Oh, ja, ik denk dat we sowieso hierheen moeten. Ja, moet wel, want je moet hier door dus verder kunnen. Een lock. Kan die torchie niet weg of zo? Is het niet ergens een soort crafting iets waarmee we iets kunnen maken? Want ik heb het perkament. Dus dan zou je zeggen, je kan iets maken, weet je? Ja, we missen sowieso iets. Een clue. Misschien, ja. Kan je dit misschien weer eruit halen? Dat is het ding. Nee. Dan misschien als je die lever er weer af kan breken, als het ware. En op een ander kan zetten. Ja, hier zit ook een lever. Waar? Kan je me overhalen? Ja, kan, maar ik wil ook even mee wachten. Waar? Hierboven. Oh! Ja, dat is de power! Oh, dat is de eerste. Ja. Er zijn 3 checkpoints. Kijk. Kijk, ja, we hebben een beetje licht. Oké, hier hebben we een lever. Dan kunnen we hierheen. Laten we nu de rechter. Doen we deze. Deze? Is de broken lever? Ja. Kijk dan hier. We moeten gewoon goed naar het plafond kijken. Dus zo ook. Kijk, hier is het parcours. Zie je dit? Kijk, zo ja. Hoppakee. Daar kan je heen en daar kan je heen. Welke kant doen we eerst? Deze, denk ik. Ja hoor. Oké, deze eerst. Oh, maar deze. Dit is... Ah! Oh, ik heb een lever. Ik heb hem. Stroom is aan. Nu moet ik terug. Nou, blijf maar lekker staan daar. Nee, maar dat vind ik niet leuk. Ja, ik wil daar. Hoe kom ik terug dan? Oh, zo. Komt-ie. Ah! Oeh. Oké, hier is niks. Hier is niks? Weet je het zeker? Ja, voor nu nog. Voor nu is hier niks. Oké, prima. Dan moeten we dus naar die andere kant. Ja, dan moeten we naar de andere kant. Dan hebben we al het stroom aangedaan. Hier, door naar beneden. Ja. Hallo. Hallo. Huh? Blijft hier? Huh? Dat doet niks meer. Oh, oké. Ze zitten vooral op het plafond, die levers. Ik denk dat het daarachter is. Ik eigenlijk wel zeker hierheen. Kijk. Oh, ja, tuurlijk. Wauw. 100% hier. Ja, gevonden. Oh, we krijgen weer een cutscene. Er is een nieuwe deur geopend. Hé, dat zijn we al eerder geweest bij die deur. Ja, dat is die... En ik heb weer een broken lever. Oh, maar deze. Hij komt hierheen. Oh, nee. Oh, snel. Oké, we hebben een beetje haast dus. Ja, maar de deuren zijn in ieder geval wel open. Dat is wel heel chill. Ja, hier is die open. Hier is hij open, oké. Ik heb een broken lever weer. Ja, dat is een kist. Ah, een tool. Wat kan je ermee? Daar staat. You picked up the tool. Je kan het gebruiken om veel blokken te breken door de hele map. Heen. Ja. Blokken die je kan breken worden gehighlight boven je hotbar. Ah, dat is dus een redstone. Redstone, kijk. En hier. Right now, your axe can break redstone wire. Inderdaad. Ja, kijk, dat zien we hier. Dus we moeten terug daarheen. Snel voordat die dat rotbeest er is. En ik heb er ook een, hè. Hoe leuk is dat? Oh. We krijgen er allebei gewoon eentje. Dat is chill. Dat is echt heel chill. En dan hier rechts, pas op dat je hier niet invalt. En dan... Redstone wire. Ja! En kijk, daar gaat de deur. Oh, nice. Nu hebben we een shortcut gelijk. Ah, hierheen. Top. Oké. Okay. Oh, nu hoef je niet deze keer om te lopen. Dat is heel handig. Ik heb nog steeds een broken lever. Dus wanneer nodig... Ja, hier, kijk. Oh. Jij start een nieuwe cutscene. Wat gaat er gebeuren? We hebben een kraan geopend of zo. Ah, laten we even kijken wat het deed. Dat is hier namelijk. Van stroom. Oké, maar ja, waar is het stroom nergens heen? Dat is het ding. Nee. Zie je? Inderdaad. Maar volgens mij kon ik hier een lever plaatsen. Ik weet het niet zeker, maar kijk hier. Dit. Oh, nee, niet. Nee, oké. Okay. Heb je die button hier al geklikt? Of heeft dat gedaan? Ja, dat was de button. En dat kan niet meer stoppen nu. Nee, oké. Okay. Prima. In ieder geval blij dat we de stroom aan hebben gekregen. Ja, je kan op je minimap trouwens ook volgens mij zien waar dat oog nu is. Oh, ja, inderdaad. Hij is nog best ver, dus dat scheelt. Hij gaat gewoon rondjes in. Oh, pas op. Oh, my days. Oei, oei, oei. Gas, jij viel er bijna in. Zijn er niet nog meer redstone wires? Of nog meer broken lever? Huh? Konden we hier net niet naar rechts? Die eye is neer, waar dan? Hij komt deze kant op, naar buiten, naar buiten. Ja, ik ben al lang mee. Nee, maar daar gaat hij later zo weer heen. Ik zou nu snel komen nog. Oh jee. Ja, snel, heel snel. Snel. Kijk, hij komt hier weer langs. Dus als we even weer buiten wachten. Hallo. Gewoon, zo. Oh mijn god, ja, daar heb je hem weer. Kijk, daar is hij. Dit is wel een goede hiding spot hier, want hier buiten komt hij toch niet. En anders gaan we dood. Klopt. Oh, het is ook gewoon echt een spannend geluid. Legit. Kijk, daar gaat hij weer. Waarom stopt hij hier eigenlijk? Als hij door de muur is, kunnen we. Hij stopt niet, hij gaat door de muur. Kijk, nu blijft hij neer, maar hij zal niet meer hier komen. In deze gang zijn we veilig. Kunnen we niet? Nee, je kan natuurlijk niet... Oh, maar deze ben je al gevallen. Nou, daarom heb je de checkpoint dingetjes. Maar ben je spullen kwijt, of? Nee. Oh, oké, dus doodgaan is in principe niet heel erg. Kan jij kijken of je de sprong kan halen, of zo, met dat water? Misschien dat... Die moet ik gaan halen, oké. Dat het water iets doet. Nee, oh, ja, dat doet iets, hè? Oh, wacht, ik heb de poort hier geopend. Oh, wat deed het? Ja, ik weet het niet. Het was dus wel accurate, dat je gewoon legit via het water kon. Ja, okay, nou, we kunnen verder. Kijk, ik ben een goede... ik ondervind de acties en Robin voert ze uit gewoon. Weet je, Robin is mijn... slaaf, ja. Mijn slaaf. Bedankt. Oké, we moeten even zoeken naar een broken lever plekje. Of zo'n hendel, want die kan ik plaatsen. En niet nodig. Hey.
Hey, checkpoint! Ja, checkpoint beta! Beta! En dan kunnen we denk ik hier ook weer overheen. Ja, dat denk ik eigenlijk wel zeker. Ah, ik niet meer. Helaas. Tot voor dikkie dorie. Ja. Wacht. Je moet zo, zo. Ik kan toch gewoon in één keer de sprong proberen te halen, zo ja. Hey, wat is dit? Een soort paddenstoel. Kan een paddenstoel? Nee. Hey, kist. Laat hem openen. En er zit in. Tool upgrade. Tool upgrade. Ah, ik kan nu ook. Wat is dat? Mushroom stem. Mushroom stem. Hoe wist je dat? Oh, dat staat... Hey, dit is ook een kist, toch? Of niet? Wat? Ja, wat zit erin? Red terracotta. Die kunnen we waarschijnlijk ergens plaatsen, of niet? Ik denk het. Waar oh, can be placed on lime terracotta. En die heb ik ergens gezien. Die hebben we gezien aan het begin. Moeten we weer een stukje terug. Oké, die was hier ergens, volgens mij, hè? Ja, volgens mij wel. Die lime. Ja, hier. Ja, ja, plaats hem maar op. Huh? Hij lijkt niet meer lijkt te zijn. Highlight ook. Ja, maar is wel goed geplaatst. Misschien moeten we meer, want misschien zijn er ook meer blokjes. Misschien moeten we een toren maken of zo. Ah, dat je op de rode nog meer moet plaatsen. Wat? Hierdoor kunnen we nu wel hier inspringen. Huh? Kon dat net niet dan? Volgens mij niet. Weet je dat zeker? Oh mijn god, waar zijn we? Auwe. Dit vind ik niet leuk. Dit ik wel. Waar gaat het helemaal heen? Dit is een kist. Hey, kist. Open hem. Wat zit erin? Pink terracotta. Die moeten sowieso weer op. Om light blue concrete. Ah, misschien dat we die... Oh, nee! Ik ben heel snel teruggerend hier naartoe. Is dit het niet? Nee, daar staat een torch op. Waar moet die op geplaatst worden? Op light blue concrete. Light blue concrete. Dat zou je zeggen dat hier misschien dat we nog een andere eens moeten zoeken. Ja, precies, precies. Uh-oh, het stomme oog is er weer. Ik ga even naar beta toe, waar het oog zeg maar is. Ga ik hierheen, ga een beetje achter het oog aan. Maar hier is verder niet echt iets. Ook niet hieronder, toevallig. Nee, oké, hieronder is niks. Maar die mushrooms kun je misschien slopen, toch? Of niet? Nee, je kunt alleen de stam kunnen we slopen. Oh, maar die moeten we even zoeken waar die stammen zijn. Want ik kijk wel bij A. Ga ik een beetje die andere kant op. Zien dat we het wel helemaal vergeten waren of over het hoofd hadden gezien, weet je? Ja, precies. Nou, en die groene kamer in ieder geval niet. Ja, hier. Ja, ik kan hier heel veel hakken. Het is... hier is ook een light blue dinges. Aha. Oh, waar ben jij? Je moet naar A en dan moet je terug naar die amethyst dinges. Oh ja. Hierheen. Hier ben ik. Okay. Kijk, hier is ook gelijk dat ding waar je het kan plaatsen. En jongens, ik moet zeggen, wat een enorm light map dit. Niet normaal. En kijk, dan gaat het ook weer knipperen, zie je? Dus het klopt wel wat we doen. En dan vinden we hierboven waarschijnlijk weer een kistje, gok ik of zo. Of iets. Waarom konden we dit slopen? Wat heeft misschien dit voor misschien om ruimte te creëren. Oh! Weet ik niet. Checkpoint Gamma. Gamma! Wat zit erin? Een arrow. En daar kunnen we mee. En waarschijnlijk schieten hebben we ook nog een boog nodig, denk ik. Boing, oh ja, sommige blokken hebben ook effect. Die krijg je voor een seconde jump boost. Dus dat is wel handig. Kunnen we hier overheen? Wat is hier? Hey, kistje. En er zit in. Kijk eens. Er zit een tool upgrade. Oh, nu kunnen we ook red en pink terracotta hakken. Hey, kijk. Die hebben we net geplaatst. Nee, maar... Nee, dat was concrete. Dit kunnen we weer pakken. Ja, we hebben net toch concrete geplaatst? Nee, het moest op concrete. We hebben terracotta geplaatst. Ah, oké. Okay. Ik snap niet waarom we dit ook eens kunnen hakken. Wat heeft dat voor zin? Ja, dat komt nog wel, denk ik. Ik ga wel naar het sneeuw toe. Kijk maar of we losse dingen hier staat green terracotta. Wat komt er en hier green? Blauw terracotta. Ja, zie je. Dus dan hebben we dat weer nodig om hier concrete verder te komen. Ja, oké. Okay. Oh, die ei is neer. Ah, pannootjes. Dus ik haal hier wel de... Oh, daar kunnen we natuurlijk... Oh, je kan echt slopen. Ja, je kan serieus slopen. Oké, wacht. Ik pak die andere teleporteer wel. Oké, teleporteer. Ja, ga jij maar halen. Je hebt die andere? Ja, ga maar naar gamma teleporteren. Dan sta ik daar ook. Hoppakee. Okay. Deze pink terracotta, die moest... Oh, ik ga gewoon weer de verkeerde kant op. Pink terracotta, die moest geplaatst worden op. Ja, dat kan je zien. Moet je even... Deze kan op lime. Hier, dus deze. Hoppakee. Kijk, dit is kijk, jij kan nu naar achter. Ah, hoppakee. En hier is een kistje. En in de kist zit een tool upgrade. We kunnen nu ook ijszakken. Oeh, dat is goed, want dan kunnen we niet naar de kamer op het begin, weet je? Oh, er is hier echt veel meer nog, trouwens. Het is echt mega. Alleen hier... Oh, hier kan ik wel heen. Oh, kijk. Kijk onze... Chat. Destroy every armor stand. Open a secret room. Ah, oké. Okay, laten we... Wil je dat gelijk doen of... Dat is een optional goal, staat bovenin. De AI gaat weer terug naar het begin. Dus laten we een beetje hier blijven. Maar hoe kan ik slopen? Want ik sta hier naast een beetje. Maar... Misschien... Oh, wacht. Ja, ik heb hem. Oh, er zit ijs onder. Ja. Aha, panootjes. Laten we hier eerst even uitzoeken voordat we dat gaan doen. En wat hebben we hier nodig? 4 buttons op het plafond en... Huh? Wat is dit? Nee, niet 4. Dat is een schaal, volgens mij dit. Alsof we buttons in moeten drukken, zie je? Maar wat zijn die dingen? Dat is 1 op 4 op 1? Nee, volgens mij zijn dat de... Kijk, als je op dubbel shift drukt... Ja? Het zijn nu 1 dubbele punt 6. Oh, my days. Dus je moet naar 4 dubbele punt 1. En dan... dus deze kant op. Oké, wacht. Deze kant gaan we een button vinden. 4 dubbele punt 1. Dus hier en dan... En wat was dan terug. Weer? Oh, 4 dubbele punt 1 is bij het ijs aan het begin, volgens mij, hé. Als jij naar 4 dubbele punt 1 gaat, ga ik naar 1,5.5. Ja, prima. In de meanwhile, elke armor stand die ik tegenkom, die yeet ik naar beneden, oké? Okay? Oké, hier is... Dit is als goed is 4.1. Dit, zie je? Hier. Huh? Oh nee, 4.1 is eentje naar links nu. Hier is 4.1. Ja, daar heb je die button. Zien hem? Oh! Nou! Oh, cutscene. Hoppakee. Wat doet het?
De lampen gingen uit. Nog eentje. En dan zitten we goed. Nou, dan switchen we hem weer door. Hey. Hey, kistje. Torenpet. Coarse dirt. Coarse dirt, inderdaad zelfs. Hieronder, kijk, ik moet ook nog even... Hey, en een lever. Hey, zal ik hem overhalen? Ja, zou ik doen. Dan even. Oh, nog een cutscene. Wat doet het? Huh? Deze ruimte heb ik nog niet eens gezien. Ik ook niet, maar we hebben er eentje. Ik zag ook nieuwe locaties. Dus eerst moeten we die locatie even vinden. En dan, laten we eerst even ook die armor stands doen, want dan is dat klaar. Dit zijn de laatste vier. Prima. 1, 2, 3. Wacht, wacht, wacht! Yeah. Oké, maar wat is de extra die we krijgen? Ah. Fijn, die kamer heb ik. Oh, wacht, die pompoenen. Ik weet waar dat is. Dan moeten we even naar Gamma. We gaan naar de Gamma. Naar de Gamma. En dan daarna hierheen. En dan nog verder door. En dan hier naar links. Kijk, daar heb je die pompoenen, zie je? Hier. Gaat de andere kant op. We good, we good, we good. Oh ja, hier. Ja, hier links, ja. Wat doet dit? Wat is dit? Checkpoint Delta, oké. Okay, fijn. Noem in het oog. En weg, 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 weg. Waarom heb je een skelethoofd op? Heb ik hem op? Oh, die heb ik per ongeluk opgedaan. Wat heb je... Heb je die lever overgehaald? Hey, ja. Hier is die kist waar we begonnen. Hier is de doodskist. Ja, maar we moeten... Nu zijn we allemaal... Ja, maar... Nee, maar we zijn allemaal dingen door elkaar. Wachten we even met die doodskist dan? We moeten naar 1.5 dubbele punt 5 en 4 dubbele punt 1. En dan moeten we tegelijkertijd die buttons indrukken. 1.5 dubbele punt 5. Zou ik daarheen gaan? Ja, dat is goed. Geen idee waar het is namelijk. Hier moet het zijn. Halverwege hier. 1.5. Misschien zit het eronder. Of daarboven kan ook. Waar is het dan? Welke kamer? Deze? Ja. Daarom. Misschien zit hij er wel boven of onder of zo, weet je. Hé, een kist. Hé, wat zit erin? Hé, weer één. Neem al die troep maar... Echt, deze neem ik alweer mee. Ja, precies. Oeh, ik, koud. Heel koud, heel koud, heel koud. Oh, het is... Ja, ik dan misschien erboven of eronder. Misschien dat we een route kunnen vinden ernaartoe. Want hij zit op 1.5. Ja, en dat waarom klinkt kan niet ik echt hier niet makkelijk naartoe? Logisch. Hé, hier ben ik nog niet geweest. In deze desert. Maar hier kom ik ook niet echt in. Wacht, kijk, kijk, kijk. Zo kom ik erin. Ja, ja... Hoppakee, ik kan een button indrukken. Zal ik dat doen? Ja, doe maar gewoon. Hoppakee. Ah, nieuwe poort. Open. Oh, hij ging gelijk weer dicht. Oké, als ik hierin ga, sluit ik mezelf dus op. En het oog komt eraan. Veel succes. Oké, wacht, ik ga wel gewoon. Ik weet dat hij namelijk hier, hij gaat gelijk weer dicht. Oké. Okay. Oh, ik kan hem hier ook open voor je doen. Kom maar. Robin, zeg maar niet dat het oog deze kant op komt. Oh, maar deze, het is niet chill. Hé, dit kunnen we allemaal hakken. Hier, de kist kunnen we alleen niet in, zeker. Huh? Ah, kijk, we moeten eromheen. Slim, slim om gezien van jou, jongeman. Wat kunnen we dan hakken? Ah, kijk, nou kunnen we de... Mijn ex is weg! Shana, hey, ik heb jouw ex. Kun je hem droppen? Dankjewel. Kijk, dit is die kamer wat ik bedoelde. Dit kunnen we toch gewoon vast checken, wat hier allemaal in zit. Dat, I mean, kan. Dat kan geen kwaad. Oh! Oké, dat was serieus wel heel cool. Wat zit er in deze? Nog meer. En dan in dit, zullen we hem openen? Ja. Ik ben oprecht wel benieuwd. Komt ie. 1, 2. Oh, het doet niks. Doet het niet. Open! Maar we kunnen in ieder geval mushroom blocks kunnen we nu ook... Normale mushroom blocks. En daar hebben we er heel veel van gezien. Oh mijn god, dat oog is hier. Ja, die butters moeten tegelijk... Dat is aan het begin. Dus misschien laten we dat gewoon doen. Ik bedoel, misschien dat we... Huh? Jij bent hier geweest of zo. Wat kreeg je hier? Ja, daar was een... Hier ook. Weet ik niet waar je hier bent. Hier kan ik weer helemaal hakken namelijk. Je moet zoveel dingen tegelijkertijd doen. Dat het oprecht moeilijk is om een beetje bij te houden waar je bent. Waar zijn die rode mushroom blokken? Die ben ik ook alweer kwijt. Hé, hey, ik heb hier ook coarse dirt. Dus... Oh! Ik weet elke keer als we van die blokken hakten. Van die mushroom blokken. Dat er dan coarse dirt achter zat. Ik zat er van, ja, maar waarom moesten we dit nou hakken? Maar nu kunnen we ook de coarse dirt hakken. En ik heb hier ook weer een plekje gevonden met iets. Ik weet niet wat het is, maar... Kan je naar beneden? Oh, gast, ik heb een nieuwe lever gevonden. Wacht. Kijk. Oh. Dit is een van die... hoppakee. Gewoon met toeval. Dus dat is wat chill. Nou, okay, mooi. 1-6. Hebben we gelijk die andere onthouden, oké? 1-6? 1-6, ja. Oké, die ga ik wel zoeken dan. En nu kan ik weer teleporteren naar... Ja. Gamma, ga ik heen. Lekker naar de Gamma. Wow. Lekker naar de Gamma. Wow. Oh, kijk. En nu hebben we een shortcut naar deze ruimte. Hier was ik net. De dirt is zo weghakken. Dat betekent gewoon dat je allemaal shortcuts kan krijgen. Dus laten we even, dat ga ik in ieder geval doen. Alle coarse dirt zo wat ik kan vinden weghakken. Zodat we wel gewoon telkens de snelste route hebben overal naartoe. Ik heb een totem of een dying gevonden. Huh? Wat kan je ermee? Er staat bij, je hebt dus het tweede leven. Als je hem vast hebt, zal het je saven. En dan, okay, maar er staat nu als optional goal, place 3 totem. On the wall. Hier bij mij is dat. Kijk, het leuke is, ik sta hier. Hallo. Zie je mij? Waar moeten ze dan? Robin. Jezus, wat maakt het oog veel geluid. Wacht, kom naar mij. Kom naar Gamma. Hé, hey, ik heb een kistje. Tool upgrade. Oh, packed ice. Oké, okay, handig. En dan hierin. Kijk, hier heb ik die dirt weggehaald. Waardoor je hier doorheen kwam. En dan hier heb je nog een kistje. Maar dat komt nog. Hier moet je totem of undying. Moet je allemaal plaatsen. Oh, wow. Cool, hè? En dan hebben we je kissie. En dat is je ding. Hey! Oké. Ja. Goal.
Oh, pull all three levers, press burp. Ja, oké, maar dat hebben we allemaal al gedaan. Ja, we moeten nog steeds die anderhalf. Ja, oké, die anderhalf die vind ik nog steeds moeilijk. Maar wat kunnen we met... Wat kunnen we met die boog? Schieten. Schieten. Kijk, dit is allemaal afgepakt. Hier kunnen we nu ook een nieuwe shortcut vanuit de gamma. Ik weet niet waarom ik dit idee, maar... Nieuwe ja, shortcut had dat vanuit al de gamma. Gedaan? Nou, dat maakt ook niet uit. We kunnen nu gewoon zo. Ah, ja, 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 ja. Het oog doet me pijn. Ben je al bij die levitation geweest allemaal? Ja, half. Wat is hier dan? Want wacht, er is allemaal meer. Hier is een pressure plate nog. Maar daar ben je wel op geweest. Die eye is neer. Ja, dat snap ik. Ben je al in die prismarine weer dingen geweest? Oh, dit gaat ver door, Robin. Ik denk niet dat jij hier geweest bent. Daar, jawel, want daar was een armor stand. Maar verder heb ik daar niks gedaan. Ah, wacht, even kijken wat hier nog meer is. Hier is allemaal ijs. Dat kan ik hakken. Ja, dat konden we net nog niet. Ja, oké, dus dat is chill. Oh mijn god, maar ik moet oppassen dat ik niet onder maak. Waar ben ik ineens helemaal, joh? Jezus, wat? Ja, waar ben jij? Ja, weet ik veel. Ik ben ineens helemaal in de middel of ik ben helemaal in de rainbow beland. Midden in de rainbow. Een pressure plate, een button. Doet niks. Pressure plate, doet niks. Maar button, waar ben jij op de kaart? Ben jij op anderhalf of zo? Of, Ik ben op 2.8. Helemaal rechtsboven in een nieuwe dimensie ben ik terechtgekomen, joh. En ik ben echt gewoon eindeloos aan het doorlopen nu in allemaal kamers waar we nog niet geweest zijn. Oké, hier kunnen we niet verder. Dus dan moeten we waarschijnlijk weer een tool upgrade krijgen. Oh nee, niet. Hier kan ik wel verder. Ik moet gewoon parcouren. Oké, ja. We gaan langzaam verder tot we weet ik voor waar komen. Gast, het lijkt net of het niet de bedoeling is dat ik hier kom, maar ook weer wel. En nu ben ik in een of andere netherachtige poepbiome. Gast, daar ben ik, ouwe. Oh my days. Hier onderdoor, hier boven langs. Hierdoor kom ik in een bibliotheek terecht. En dan gaan we door en dan kom ik, weet ik veel waar. En dan ben ik hier ineens bij een kamer. Kan ik een lever overhalen. Gaat een schuifdeur open. Hier is een nieuwe kist. Met daarin een totem. Nou, dat is hartstikke leuk. Hartstikke welkom. Gaan we een nieuwe slijmkamer in. Daar kunnen we weer geen scheid komen. Ik hoop goed op het plafond. Oh, hè, want... ik heb een shortcut geopend. Ja, waar? Oh, wat chill. Ik weet niet waar je bent. Oh, wat top. Hé, hey, we kunnen deze kist openen. En daar zit weer een ancient parchment in. Nog één. Maar kom hierheen. Ja, kijk. Ik heb deze shortcut geopend. Ja, heb ik even goed gedaan, hè, hier. Jee, maar wat ben ik ook een goede roleplay weer. Kom hierheen. Kijk of je die sprong kan halen. Hij is heel naar. Oh, er is hier alleen geen checkpoint. Ik ga wel checkpoint voor je zoeken. Checkpoint, checkpoint. Na, 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 na. Oh, na, na. Oh, wacht. Als we dat snel doen. Als ik dit snel doe, dan kan ik als het goed is hier... eroverheen. Ja, hè? Nice. Dat kwam omdat ik die jump boost nodig had. Dan kan ik hier nog heen. Hey, checkpoint. Ja. Ik heb een checkpoint gehaald. Ik ben een hele goede gast. Oh, ik ben in die leverruimte. Dat is Epsilon. Oh, hallo. Gast, er gebeurt zoveel ineens. We moeten nog 1.6 hebben we nodig. Ja, en nog die button. Maar ik denk dat dat... Hé, hier is weer de kist. Zeg maar dat het een tool upgrade is. Hé, we hebben de laatste totem. Ja, waar was dat dan weer? Ja, hier. Hier zaten die totems in. Ja, nee, maar op de muur. Oh, ja, dat weet ik nog. Kom maar mee. Kijk, ik kom hier vaker. Ik woon was hier bij de gamma? Hier, kom maar bij de route. Oké, we gaan wel ja, gewoon naar de gamma. Ja, stik erin. We gaan gewoon naar de gamma. En dan hierheen. En dan hierheen. 1, 2, hoppakee! Dan krijgen we weer een nieuwe cutscene. Huh? Oh. Waar gaat dat heen? Dat is een parcours of zo. Wat staat daar? I don't know. Dat is, maar dat is bij Alpha. Daar gaan dat we naartoe. Dat is aan het begin. Zullen we even kijken? Ja. Oké, prima. Dat is hier inderdaad. Maar waar gaat het heen? Beam, 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 beam. Moeten beam. We dit doen? Ah, gast, wat zijn dit voor blokken? Oh, oh, ze da... Flying was not enabled on the server. Gewoon doorrennen. Gewoon door blijven rennen. Oké, je moet... Ik heb hem! Oh, je hebt hem echt! Daag! Hoe heb je het gedaan? Het is gewoon een challenge. Oh, dat is gewoon een challenge. Deed. Ja, nee, want ik heb ook een item. Ah, wat is dit eigenlijk? Hier zijn we nog niet geweest, of wel? Ahaha, yes, deze is van mij. Waar ben jij? Wat heb je? 35. Ik heb een Venus trinket. Ah, wow, wat lijp. En dit is, als ik hem vasthoud, dan... Ja? Kijk. Wow, wat doet dat? Dan kan je niet dood of zo. Dit. Dan word je gewoon teruggestuurd telkens, op het moment dat je doodgaat. Ja, ah, wat mooi. Oké, laten we even naar Epsilon gaan. Want daar is het dichtstbijzijnde bij een nieuwe ruimte, waar we nog niet geweest zijn. Kijk, Epsilon. Epsilon, ja, hierheen. Kijk, maar hier... als we 1.6, die moeten we hebben. Ja, okay, maar ik weet waar 1.6 is. Kijk. Nee, voordat we dat doen, er is hier nog één ruimte waar ik nog niet geweest ben. En dan hebben we volgens mij bijna elke ruimte wel gehad. Hierheen, kijk, hierheen. Dit is een hele rare route die ik moest doen. Je moest echt onderdoor en boven langs en weet ik wat allemaal. Maar hier, die ben ik nog niet geweest, dit. Hé, hey, maar deze kunnen ook lopen. Ja, maar zit een kistje. Ja, maar kijk, zie je al die... Een Mysterious Scroll. Dingen. Ah, Mysterious Scroll. Wat staat erin? Oh! Oh jee, gaat die open? Oh nee. Oh nee, wat zit erin? Wauw! Wat zit erin? Hey! Wat hebben we eraan? Maar leuk, 2 totem of een 9. Gaan we erheen? Of? Ja, ja. I guess so, right? Ja, hierheen, hierheen, hierheen. Ik snap er niks meer hierheen. Ja, daarom, ik was hier ook net echt zo aan het struggelen met hoe ik hieruit kwam. Huh? Wat is hier gaande? Oh, wacht, daar kunnen we gewoon heen hakken. Hoe hebben we dat net niet gezien? Hier, kijk. Ja, dat... Oh, zo. Hier, hebben we gewoon heen kunnen hakken. Ah, trigger happy havoc, dat wist ik. Ja, ik ook. Oh, nog een totem. Wat moeten we hiermee? Ik ga erop schieten.
doet niks. Doet niks. Spring erop. Ah! Dat ding je handen. Ik dacht dat ik niet meer dood kon. Ja, dan moet je wel je handen hebben. Maar het doet niks, dit. Misschien kunnen we het hakken binnenkort of zo, I don't know. Maar maakt niet uit. Oh, hier kunnen we ook langs. Nu dus ook een shortcut. Oh, kijk. Dit is al heel chill, deze shortcut. Een mooie shortcut. Hij lijkt je shortcut. Hierheen. Oh, mijn god. Oh, nee, niet. Hé. Hey. Kijk eens, kijk eens, kom eens. Wat is daar? Kijk eens, zie je? Daar kunnen we ook heen. Wauw. Mooi, hè? Daar kunnen we heen. Heen. Oké, de 1.6, dus die lever, dat is bij als we die buttons hebben. Dus die moeten we eerst. Oh, eerst de buttons. En dan moeten we naar die buttons, kamer weer dus. Oké, waar was die laatste ook alweer? Dat was gewoon bij Gamma, volgens mij. In de buurt. Klopt dat? Huh? Volgens mij was dat bij Gamma in de buurt, toch? Ja, bij de Gamma. Ja, jongen. Die laatste, die was toch bij de Gamma in de buurt? Of niet? Als in dat was die kamer, toen moesten we anderhalf pakken, dus dat zit eronder of erboven. Oh. Of zit het niet bij Gamma? Zit dat bij Beta? Nee, niet bij Beta. Oh, ik heb een button. Heb je een button? Hieronder. Oké, klik erop. Huh? Dat was hem! Dat was weird. Ah! Oké, nou dan moet jij die andere hebben. En dan moeten we ze maar tegelijkertijd wat? Doen. Nee, dit was hem gewoon toch? Nee, kijk. At the same time. Oh, dat is handig. Ik wou het zeggen, ik kan toch gewoon zo doen? Die andere die was bij Alpha in de buurt. Wacht maar, ik ga wel. Moet ik hem overhalen? Ja? Anja? Wat doet het? Oh, dit was deze zie laatste. Je. Ja, dat zei ik dus net. Kijk, ik ben slim, jongens. Holy crap. Laten we teleporteren naar ik ben Epsilon. Er al. Ah, okay, kijk eens. You need to find 4 chests filled with cobwebs and skulls. Oké. Okay. The number of items in each chest stands for something. Oké. Okay. Oh. Ik heb er 3. Heb jij er nog 1? Nee. Oké, ik heb... Oké, dat hebben ze in ieder geval allemaal al gevonden. Ik heb ancient parchment, 5 cobwebs, 1 skull. Is dat misschien 6 dan, of zo? Nee, dat is maar deze, ja, dat is dan toch gewoon 6. Maar wat is de volgorde waarin we het doen? Oh, nee! 5 op plek 1, 4 op plek 4, 2... Oh, ik snap hem al. Ik snap hem. De eerste representeert het getal. En de tweede representeert op welke plek? Nee. Oh, sorry. Nee, dat ging per ongeluk. Oké, 5 op plek 1 is 5. Op plek 4 is 4. En op plek 2 is 2. Ja! Hey, oeh! Rennen! Rennen! Hey, button. Rennen! Hey, nog een button. Hey, button. Rennen! Oké, laten we gewoon rennen. Oh, wat doet het? Wat doet het? Parcours. Hoi, joh! En natuurlijk haalt hij je niet. Ik wacht gewoon even op je. Oké, dat komt ie. Wat doet het? Tour upgrade. Crying op... Oh! Oh, maar dat is... Kunnen we dan niet beter teleporteren? Oké, nee, we gaan gewoon lopen. Dat vind ik leuk. Dan gaan we de map nog even waarderen. Oh, maar je ziet hem ook waar die is. Cartographer. Ja, dat wist ik al. Ja, dat wist ik ook. Dat we cartographers waren. Oog is gelukkig niet hier, dus dat scheelt. Verwachten. Ja, nee, hierheen. Precies. Hierheen. Oké, ik heb hem al gehaald. Aan jou de eer, Robin. Oké, dankjewel. Oh, ik was eerder. En... Oh, wat doet het? Oké, het oog. Ontploft het oog of zo? Nee, dat zou ik zielig vinden. Net oog heeft al niks mis. Oh, hij is sneller. Free the halls. Catch the eye and bring it to the portal for you. Oh, dat is wat we aan het begin hadden. Oh mijn god, nu moeten we hem vangen. Laten we eerst die totem of Undying's meenemen. Ik wil elke challenge hebben. Die wil ik echt niet missen, die totems. Gast, wat is hij snel? Oh, maar deze, wat is hij snel? Hij was hier. Checkpoint Delta. Delta. We moeten hem in de val lokken. Ja! Oh. Nou, dat was moeilijk. Ik heb hem al. Ik denk dat dit het is. Weet je wat? Omdat jij net het... Nee. Jij moet het doen. Jij moet het doen. Dat je niet naar beneden gooit. Komt-ie. 3, 2, 1. Hoppakee. Oh, wat gaat er nu gebeuren? Wacht, ik ga eentje naar achter even kijken. Robin, pas op. Oh! Ah! Oh my days. En nu? Oh, wat gaat er gebeuren? Gast, zijn wij het oog geworden? Nee, volgens mij hebben we de tempels gefreed. Of niet? Hebben we hem helemaal... Dit zijn nieuwe tempels. Oh, maar deze, waar zijn we? Nee, dit herken ik inderdaad ook niet, waar we nu zijn. Oeh, of zeg, ofwel. Herken je dit? Nee. Nee, hè? Huh? Jawel. Nee. Nee. Niet. Huh? Ik zeg maar niet dat we bij nog een gedeelte komen. Oh, maar deze, waar zijn we, ouwe? Wat is dit? Oh! Het is oprecht best wel creepy, ouwe. Ja. Het is serieus best wel scary. Hé, ik heb een zie boven mijn hoofd. Ja, vlug ermee. Oh, die ene mens sound. Oh. En nu? Wat lijp. Dat oog kwam dus blijkbaar wel gewoon terug weer ergens. Oh, we hebben hem. We hebben hem gewoon. Gast! Wow. Kijk die foto daar.
Gast, rooms mapped, blocks destroyed, time spent. We hebben er 46 minuten over gedaan. 14 seconden en 800 milliseconden. Dat vind ik wel leuk dat ze dat erbij doen. Oh mijn god, je kan hem nog resetten ook. Ik denk dat ik nog nooit zo'n lijpe map als dit heb gespeeld. Ik dacht, vorige keer was het huis en de gevangenis. Maar dit overtreft gewoon echt elke kamer. Hé, er is nog een parcours ook. Kijk dit. Wat? Huh? Ik heb de kluis open gedaan. En dan kun je met de sleutel kun je hem erin doen. Hop. Hop, zegt hij ook. Daar. Ja. Nou nee, daar gaan we weer. Ja. Alles begint opnieuw. Nee. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? En wil je nou meer van dit... En van dit soort gave escape rooms zien? Abonneer dan zeker even. Like ook even de video. We gaan voor 3000 likes. Kijk ook zeker even deze video, want wauw. Heb je zien? Mooie video. Spreek je later, glaasje water, tot de volgende keer. Yeah.